Op de middelbare school begon het al in de eerste week. Ik kom uit Zaandam. En in mijn eerste week op het Zaanlands Lyceum in Zaandam had ik een Nederlands les van Rob de Ruiter. We moesten opstel schrijven. En na de les roept Rob de Ruiter me bij zich. Want iedereen loopt naar buiten en hij zegt, Ryan, ja, kan je even bij mij komen? Ja, ja. Ja, ik heb het dus nagekeken. En woensdag is er een bijlesklas voor Nederlands. Ik wil dat jij naar die bijlesklas gaat. En ik zeg, hé, maar er zitten toch kinderen in deze klas die hebben veel meer fouten dan ik. Waarom moet ik naar die bijlesklas? Nee, je gaat mij gehoorzamen. Woensdag ga jij naar die bijlesklas. En die woensdag, eerste week op de middelbare school, kom ik in de bijlesklas voor Nederlands. En dat was voor mij sowieso een hele nieuwe ervaring. Want ik had nog nooit in een klas gezeten met alleen maar allochtonen. Ik ben ook nog nooit de allerbeste van de hele klas geweest. Want ik kom in die klas en naast me zit er een Turkse jongen, Mustafa. Die was heel goed in economie, maar blijkbaar niet zo goed in Nederlands. Maar van alles zat er. We hadden een Afrikaanse jongen, Nmanko, die zit altijd helemaal achterin. We hadden een Amerikaanse jongen, Stuart, die zat daar weer voor. En ik ben altijd wel een beetje verlegen geweest op school. Maar ik dacht, oké, blijkbaar hebben we allemaal taalproblemen of zo. Dus ik durfde wel dingen te roepen. Want we waren hele lieve bijlesjuf, die schreef dan woorden op het bord en dat moesten we leren spellen. Ze zei, nou jongens, jullie moeten ook leren spellen, ja? Dus ik schrijf even een woord op het bord en kijken wie dat voor mij kan spellen. Het woordje verrassing. En niemand steekt zijn vinger op. Ik zeg, ja, dat is toch, dat is V-E-R-R-A-S-S-I-N-G. En ik hoor Mustafa naast me. Wallah, hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Jij bent de tovenaar, hoe weet je dat? En Mustafa was cool, man. Hij was alleen wel een beetje opschepper. Dat had hij wel, een beetje opschepper. Want die tijd, jaren 90, hadden we thuis zo'n Pentium 2-computer. Was net, tenminste, mijn vader had hem. En ik kom trots naar die bijlesklas. Ik zeg, hé, Mustafa, wij hebben thuis zo'n Pentium 2. Zei hij, ja, wat is dat? Ik heb al Pentium 3. Toen dacht ik, is dat er al? Kan dat? Had ik in de herfstvakantie een PlayStation gehad. Ik kom trots als ik zeg, hé, ik heb thuis zo'n PlayStation. Oh, wat is dat? Ik heb al PlayStation 2. Toen dacht ik, nou, zijn Nederlands is toch niet zo goed. Dus die weken na ga ik naar de bijlesklas. Ik zeg, hé, Mustafa, ik heb een nieuwe tweewieler gehad. Ja, ik heb al driewieler. Ik dacht, nou, gewoon uit je nek te kletsen, man. En hij was ook heel trots op zijn land ook. Want iemand was in die herfstvakantie op vakantie geweest naar Spanje. Maar dat onderbrak hij meteen. Ah, Spanje is niks, maar Turkije nummer 1. Atatürk is de beste Turk, Turkije nummer 1. En Turkije is een mooi land. Alleen je kan niet altijd en overal maar nummer 1 staan. Dat kan niet. En die lieve juf kwam ook elke week een stukje depressiever naar die bijlesklas. Dan kwam ze een week later en zei ze, nou jongens, ik wil graag wat begrippen gaan behandelen. Weet iemand misschien wat het kofschip is? En toen horen we achter in de klas, ja, dat weet ik wel. Ja, mijn ooms in Somalië hebben dat kofschip gekaapt. Ja, dat hebben ze gedaan met 5 man. Ja, leuke tijd, weet ik nog, ja. Nee, het is een ezelsbrug. Is dat hetzelfde als zebrapad? Maar dat weet ik wel, mevrouw. En die lieve juf zei al van, Ryan, je hebt dit niet nodig. Je Nederlands is goed genoeg, maak je geen zorgen. Maar Rob de Ruiter, mijn leraar, die wilde niet toegeven. Zei, nee, hij moet blijven gaan, hij heeft het wel nodig. Toen hadden we onze eerste repetitie gehad. Kwam ik weer in die bijlesklas. Ik had het hoogste van die klas, samen met Fatima. We waren allebei een 7. De rest niet, 2 en 3. Mustafa ook niet, hij had de 1, maar dat vond hij niet erg. Mustafa 1, Turkije 1, is goed. Ik zei, zo werkt het systeem niet, man. En mijn laatste les, toen ben ik ook gewoon niet meer gegaan, moesten we woorden uitleggen. En toen dacht ik, ik trek het niet meer. We moesten woorden uitleggen. De juf zei ook, ja, want jullie moeten Nederlandse woorden ook kunnen uitleggen. En als het goed is, hebben jullie dit al bij een vak gehad. Moet je maar opletten, ja? Kan iemand uitleggen wat dit betekent? Het is een Nederlands woord, eruptie. En weer niemand steekt zijn vinger op. Ik zeg, ja, dit hebben we toch bij aardrijkskunde, toch? Ja. Dat is toch als er lava zit in een vulkaan, moet eruit, eruptie. En ik hoor ineens van achter in de klas, oh, dat is goed gevonden hoor. Ja, heel creatief, ja. Goed gevonden hoor, meneer de tovenaar. Ja, ja, heel creatief. Dat is niet goed natuurlijk, hè. En die heeft gezegd, is dat niet goed? Wat is er dan? Oh nee, dat weet Ryan ook. Dat is makkelijk, hè. Dat is gewoon als ik buiten loop en ik loop over straat en ik zie allemaal insecten en ik zie een rups. Ik zeg, hey, rupsie! Ja. Ik ben nooit meer gegaan.